mensen, daar zijn we weer. Nieuwe review op de PDK. En ja, ik zei het, we stoppen niet zomaar. Zo ook nu niet, hè. We gaan gewoon lekker door. We staan bij de Weihnacht Sauber. Heb ik dat goed uitgesproken? Ja. Ik denk het wel, hè. Ja, dat heb ik, mensen, dat is al unicum. Ik heb het goed uitgesproken. In Herne. Krangen, daar staat ook altijd die grote kermis op dit terrein. En daar staat ook altijd een kleinere kermis. Dat is de winterkermis met heel veel kerstmarkten zo erbij. Ga ik je allemaal laten zien. Wordt georganiseerd door de heer Krugermeister. We kennen hem wel van de Conga. Zou die hier ook staan? Zie je zo meteen in de video. Voordat je trein opkomt moet je 2 euro betalen. Dat kan allemaal contant. Dan zet ik even een tipje erbij. Want er zit hier eentje die had al deze pinpas mee. Dat kan in Duitsland niet. Je kan in Duitsland niet pinnen. Dus dat niet altijd. Maar vaak niet. 2 euro om op trein op te komen. Daarna moet je betalen voor de attracties. Maar mensen, dat is wel meer dan waard. En die Duitsers die komen natuurlijk ook massaal hier naartoe. We gaan eten. We gaan gezellig chocomel drinken. Misschien wat glühwein. Heerlijk mensen. We gaan wijven. Nee, dat gaan we ook doen. We gaan kijken naar de kerstman. En ik ga je heel de kermis laten zien in deze geweldige video op de PDK mensen. Blijf kijken. Direct bij binnenkomst loop je op de paardenmolen van Schaefer op. Dat is zo'nzelfde molen als in Slagharenstaat. Staat hier al jaren in deze hoek. En we hebben hem net even gedaan mensen. Als een stelletje imbecielen zaten we hier op de paardjes. Ik zat Sinterklaas na te doen, ik zat te zwaaien naar iedereen. Maar we hebben plezier gehad. Je kan het zien op de social media kanalen. Daar kan je zien dat we erin gezeten hebben. Instagram, Facebook. Of TikTok misschien zelfs wel, als ik zin heb. Het is een schitterende molen deze van Schaefer, mensen. Daar tegenover dan met de kerstversiering. Dat ga je trouwens veel terugzien vandaag, kerstversiering. Het White Wheel van Krugermeister. Ja, zoals ik al eerder zei, dit evenement wordt georganiseerd door Krugermeister. Dus ja, er staat hier ook met veel eigen zaken. Hey, de intro had ik het over de intreeprijs van 2 euro. Je krijgt dan een muntje en met dat muntje kan je een korting krijgen. 1 euro korting hier bij het Reusrad. Ja, en dan is het nog eigenlijk best wel schappelijk natuurlijk als je het dan zo vergelijkt. Kijk even naar deze schitterende kerstballen, want dat vindt Tony natuurlijk leuk. En een kerstboom daarnaast. We waren natuurlijk ook op de grote kermis, daar staat het Bellevue-rad. En dan is het wel een tegenvaller om zo'n kleine rad te hebben hoor. Het is natuurlijk geen super klein rad en het kan best voor hier. Maar ja, ze zijn hier natuurlijk veel mooier en veel hoger gewend. Dan komen we op een stukje kerstmarkt terecht. Dus eigenlijk altijd in deze hoek. En dat hebben ze best leuk gedaan dit jaar met dat dak erboven met allemaal kerstverlichting. Ja, ik vind dat gaaf mensen. Kijk, dit is zoals wat ik bedoel, want als je nou midden op die straat loopt zoals we nu doen, dan ziet dat er heel erg sfeervol uit zo met dat dak. Ik vind dat echt vet mensen, moet ik ook kennen thuis. We komen hier op een stukje decoratie terecht. Bij een stukje decoratie ga je even een rondje lopen. Selbst die Blumen sich vor ihr verneigten. So kam, was kommen musste. Valt op ons wel op dat er heel veel lege kraampjes dit jaar tussen zitten. Dat is wel jammer. En dan hebben we hier de kermiskramen die zitten. Die beginnen heel langzaam hier te ontstaan. Die beginnen nu hier. We komen dan nu op het centrale plein terecht. Waar dan daar een podium staat. Waar vanavond de Marijn staat hier op te treden. Die staat hier gewoon lekker. Nee, hier staat zometeen een kerstman en een elfje en weet ik van wat allemaal. En hier staat, denk je, nou, er staat een torenkraan. Hier gaat vanavond, en dat zal ik je misschien nog wel laten zien,
de kerstman door de lucht. Zo, die kant op. Kijk, daar heb je hem, de kerstman. En dan heb je hier in het midden je mensen, ja, hier kan je heerlijke glühwein halen en lekkere warme chocolademelk. Daarboven kan je dan lekker zitten en dan heb je daarbovenop een kerstboom van wel een metertje of, nou even ruwe schatting, metertje of 15, 20 denk ik. Ja, en dat ziet er toch fantastisch uit, mensen. Dit is toch echt de kerstsfeer, mensen. Simon die is hier ook. Nick die zijn ze wel vergeten, maar dan ben ik in ieder geval blij dat Simon er wel is, mensen. Nick en Simon, ja, die hebben ook kerstmuziek gemaakt overigens, een goede platen ook al, mensen. De Flying Arslee, oftewel ja, de Flying Jumbo van Vermolen, staat hier al jaar aan dag hier. Vrienden met Hugemeister, denk ik, die doen wel eens samen kaart of zo. Dus die staat hier al heel lang en dat is wel vet hoor, dat is leuk voor Vermolen. Och, de rit is net klaar, het is niet te geloven. Hey, Einsteiger, erbij staan, baby. Moet je je eigen voorstellen, al die kerstdecoratie heeft Vermolen allemaal in lood staan. En één keer per jaar kan die dus naar buiten komen. Dat is dus hier bij Herne Krangen, bij de winter. En nou ja, dan moet je toch wel het een en ander kunnen verdienen. Want anders gooi je daar gewoon te veel geld in, kan ik me zo voorstellen. Dus blijkbaar doet dat genoeg voor Vermolen. En ik moet ook zeggen, deze Jumbo is wel de mooiste Jumbo met de kerst. Overigens vind ik het altijd de mooiste Jumbo. Maar met de kerst is het veruit de mooiste. Want er zijn meer Jumbo's die zo'n kerstpakket op hebben. Maar dan is dit wel de mooiste. Overigens, Oliver E-test, hè? Kijk hem nog van vorig jaar. We hebben ook Vermolen gedaan in Den Haag, staan ze met het kraam. We hebben een lekkere oliebollen aan, mensen. Ja hoor. Rook! Oh, er komt rook aan, hoor ik net. Moet het wel komen natuurlijk. Oh nee, nog geen rook. Oh ja, nee. Oh, hij heeft de rookmachine helemaal niet liggen volgens mij. Of wel? Nu zit ik te wachten op de rook en daar komt het niet, mensen. Zo'n eetkraam, en mensen, want zeg je Duitsland, dan zeg je lekker eten op de kermis. En dat doen die Duitsers ook altijd graag. Lekker eten, heerlijk. Rook bij de Playball. We kwamen in Dinslaak al tegen. Nu staat hier ook. Het is natuurlijk een husflipper. Maar ja, ik ga er niet in. Dat moet ik eerlijk bekennen, want ik heb in Soest nog mees gedaan. En die draait vele malen beter als deze. Hij is van een Reminder. En hij ziet er lekker klassiek uit, vind ik. En dat vind ik wel heel vet van deze flipper. Ze mogen geen show geven hier op deze kermis. Ja, ik zou dat ook niet doen. Deze keer zou ik dat ook niet aanraden dus. Want dat vind ik dat de kerstsfeer een beetje weghaalt met al die kerstmuziek en zo. Maar dat wachten ze ook niet. Maar ze mogen wel rook en verlichting gebruiken dus, mensen. En dan moet je dus oppassen voor de koperijmuziek, want dit is bijvoorbeeld Kelly Clarkson volgens mij. En Shake Up The Happiness. Ja, dan moet je oppassen dat je niet in één keer de koperijt van elkaar natuurlijk. Dat willen we natuurlijk allemaal niet hebben. En er wordt flink gegild in deze flipper. Ja, ik kan me niet herinneren dat er heel veel flippers in Herdek gestaan hebben. Misschien kunnen de mensen er even over nadenken dat er misschien de grote kermis wel eens een flipper gestaan heeft. Laat dan weten als jij weet of er een flipper gestaan heeft op de grote kermis in Herne. Nou, volgens mij niet, en dat is dus wel uniek. Vuurgemeister kiest toch attracties die niet altijd op de grote kermis hier in Herne staan. Zelfs daar staat de kerstman, de freaky kerstman, paraat. Het is het spookhuis voor deze kermis hier in Herne. En het is de Geistervilla van Molengracht Sipkema. Wat natuurlijk een Nederlander is, daar hebben we overigens Ruben Koet. Die is niet kerst aangekleed.
Maar ja, heel veel in Duitsland dus reizen, ook hier bij de Winter Experience sensatie hier in Herne. Zeg je Kugelmeister, wat is dan de eerste attractie die in je opkomt, mensen? Ik denk dat dat deze al is, hè? De Conga. Ik denk Swerels beste XXL die er is. Ik heb hem in Bocholt nog gedaan. En dan gaf hij zulke goede variabele rittenweg, mensen. Ik hou ervan. Er zijn wel eens mensen tegen mij, de XXL van Zinnekeer, dat is de beste XXL die er is. Die heb ik toen al eens een keertje gedaan, nou dat is hem niet. Maar naar mijn mening is dat echt Conga, de allerbeste. En ook de mooiste, denk ik. Ja, dit is wel vet, mensen. En hij gaat daarboven. Ja, zei ze vannacht ook nog. En het is de Monklift. Het is een Enterprise gebouw bij Hus. En hij is van Zettel. Vroeger was hij van Zelen. Komt uit München, toch? Uit München komt hij uit? München, ja. Hij komt uit München. Hij heeft ook al bij het Oktoberfeest gestaan. Lekker die vrouwtje met die lekkere rokjes erin gezeten. En die dikke jetsers. Die vlogen lekker van links naar rechts. En nu staat hij hier een keertje in Herne. En dat is toch wel heel vet, hoor, mensen. Want we gaan er zo meteen in. Want hoe vaak zie jij nog een Enterprise op de kermis? En laten we eerlijk zijn, op zo'n kermis ziet het er toch leuker uit en beter uit als in zo'n pretpark. Want wij kennen ze natuurlijk alleen uit de pretpark. Denk aan Walibi Holland, aan Hellendoorn. En natuurlijk Driefliet. Oh, wacht even, want hij komt zo meteen. Oké, okay, let's go. Ja, even. Ze hebben hier Rapia's jingle. Hey, nu staat hij helemaal naar boven, mensen. 20 ton stijl, verticaal. Ja, mensen, welkom aan boord op de Monklift, de Enterprise. Ja, vet, mensen, een Enterprise op de kermis. Het is de enige nog reizende kermis, of Enterprise op de kermis. Er komt een beetje rook bij en we gaan hoor. Lekker, baby, opvoeren maar. Heerlijk. Oeh, en je voelt hem lekker gaan, mensen. Want dit is een machine. Van geen krachten, centrifugerende krachten. Dat krijg je. Je wordt hier naar beneden gedouwd. En daar gaan we. Zo los. Hij gaat naar boven. Je krijgt een swingende gondel. En dat is leuk. Dat is lekker. Dat is vet. Dat is Monklift, baby. Oh. Ho. Lekker. Vroeger, deze Monklift, ging vroeger nog achteruit. Hij zette hem halverwege hier stil. Hij zakte dan een beetje, zette hem stil. En dan ging hij de andere kant op. Dat mag tegenwoordig niet meer, hebben wij even nagevraagd. Want de TUF heeft gezegd, ja, dat doen we niet meer. Dat kan tegenwoordig allemaal niet meer. Dus helaas is die tijd ook alweer voorbij. En zo wordt er vanuit de TUFse kant meer de klote geholpen naar de kermis. Als dat er ook echt nog wat blijft bestaan van vroeger. Maar goed, wij genieten hier van een rietje Monklift. Want dit is toch lekker, dit is toch uniek. Een echte kermisattractie die vroeger heel veel op de kermis rees. Die bijna nooit meer op de kermis te zien is. Alleen nog maar in pretparken. Maar het is wel leuk, hoor, mensen. Het is wel lekker, baby. Van Gelen en van Troost en heel vroeger in de tijd hebben we nog wel meer gehad, maar daar moeten we nog eens een keertje over hebben met Tony dan. Want Tony zal dat nog wel weten. Ja, tegenwoordig hebben we er geen meer in Nederland en ik denk ook dat het in Nederland niet meer zal lopen. Laatst hebben we natuurlijk nog de UFO gedaan in Rouen. Eigenlijk
eigenlijk een beetje hetzelfde principe als een Enterprise. Alleen, daar sta je in en hier zit je in. Dat zijn natuurlijk ook nog Enterprise gebouwd door Schwarzkopf. Bijvoorbeeld in Slag Haren staat er eentje van Schwarzkopf. Maar dit was lekker. Dit was leuk. Er ligt overigens ook nog eentje ter onderhoud bij Zat. Die gaat waarschijnlijk in het buitenland nog reizen. Maar momenteel is dit de enige Enterprise ter wereld op de kermis. Lekker mensen. Leuk. Die verlichting op die gondels die je daar ziet, die zijn is nieuw, heb ik begrepen. En dat ziet er toch erg goed uit. Eén ding, wat dat zei Tony tegen mij net privé, dat wat mis is dat de ster in het midden, die is niet verlicht. En dat moet natuurlijk bij kerst, dan moeten de sterretjes verlicht zijn. Verder is het een vette zaak om mensen. Heb je dan een Duits gokdorpje, kom je niet zo heel vaak tegen, waar je daar trouwens nog frikandellen en zo kan bestellen. We gaan eventjes naar binnen, want ik laat je even zien wat er allemaal staat. Dat kom je in Duitsland dus niet zo heel veel tegen. Het is een beetje op de Franse stijl. Met hier ping dates, daarachter nog meer ping dates. En hier allemaal grijpers en zo. Dan kan je lekker grijpen, mensen. Dat doe je toch niet graag. Waar is Ali? Ali! En zo gaan we dus weer verder nu de kermis op. In Slag Haren in Nederland hebben ze een achtbaan die heet de Gold Rush. En dit is een nieuwe achtbaan voor de Duitse kermis, heb ik me laten vertellen. Het is de Gold Rusher in plaats van de Fire on Ice. Had ik liever Fire on Ice gehad, maar goed. Hun hebben nou een keertje gekozen voor een Big Apple baan, want dit is gewoon een Big Apple layout. Remy Demi is de cakewalk hier, waar alles heel traag gaat. Alle elementen gaan heel traag. Ik zie door de bomen het bos niet meer, maar goed, er komt wel dwars door het bos. Een trein aanrijden met rendieren. Kijk eens even, daar komt hij. Leuk voor de kinderen natuurlijk dit, mensen. Hier op de winter, hoe heet dat ook weer, winter? Wijnersauber, dat wou ik zeggen, wijn. Hier hebben ze heel veel wijn overigens. Daar hebben ze ook sneeuw. Ja mensen, een plaatselijke sneeuwbouw hier gewoon. Komt uit de kerstboom, er zit iemand in die kerstboom, die zit heel een dag te spuiten. Oh. Ze zeggen de wereld warmt op, dus vandaar dat ze artificial snow hebben. Maar ja, ze zeggen het altijd, maar blijkbaar zijn ze dit plekje vergeten, want het is stervenskoud. Het is zeker stervenskoud, mensen. Als je nou vanaf thuis je schaatsen nog meeneemt, kan je hier op de kermis ook nog schaatsen. Want er is hier een heuse schaatsbaan aangelegd. Nou ja, Marijn had het net over kou. Hier is het dus erg koud, zou ik maar zeggen. Ik kan gewoon schaatsen, mensen. Het is niet te geloven. Schitterende zaak hier, mensen. Schitterende zaak. Echt een prachtige, gezellige zaak hier. We drijven door richting de Tjuwa. Zo, die hebben de boel in de fik gezet. Maar kijk eens hoeveel rook er uit dat ding komt. Het is niet te geloven. De Zekjespres mag uiteraard ook niet ontbreken. Dit is de Love Express. Een liefde met kerst. Ja, dat hoort erbij, hè. Want de Robert ten Brinken mag natuurlijk elk jaar weer een uitzending over liefde en kerst. Ja, het hoort erbij. Lekker gezellig met elkaar aan tafel. Dat is ook een soort van manier van liefde. En hoe mooi is het dan om met jouw geliefde over zo'n kerstkermis te lopen. Misschien wel je vriendin. Ja, dat is toch een prachtige kerstgedachte, kan ik me zo voorstellen. En dan lekker romantisch in deze Love Express. Nou, dat wordt alleen maar punten scoren, hoor. Dat is s'avonds gewoon gegarandeerd seks. Ja.
autoscooter van Kugelmeister. Ja, want ook in de winter kan je hier gewoon hotsie, botsie, botsie doen, mensen. Hotsie, botsie, botsie. Lekker, baby. En lekker ketsen. Heerlijk. Er zijn trouwens ook drifting scooters. Dat betekent dat de achterkant weg kan driften. Ja, sommige mensen zijn heel erg fan van. Sommige mensen iets minder. Ik ben er een beetje gemixt in. Aan de ene kant vind ik het wel grappig. Maar ook weer niet echt de toegevoegde waarde die een botsauto zou moeten hebben, vind ik dan. Dus ik weet niet zo goed of ik het nou zo heel leuk vind of niet. Ik sta er eigenlijk gewoon neutraal in. Geen mening. De roddelbaan zien we dan hier van Overschelp. De glijbaan hier. Dat was de Weihnachtszauber kermis in Herdenkrangen. Altijd een leuk concept, mensen. Gezellige kermis, kerstsfeer. Leuke attracties. Ook altijd wel wat uitblinken, zoals de Playball en de Mondlift. Toppetje, leuk, lekkere glühwein, heerlijk, wat had jij allemaal voor lekker eten. Oh, lekkere, bijzondere eten, mensen. Toppie! Ja, beste show kunnen we natuurlijk niet geven, maar dit is echt een top evenement. Mocht je een keertje naar Duitsland willen gaan om nog een kermisje te pakken, dan zou ik deze zeker doen. Het was weer top, mensen. Ik denk dat we volgend jaar gewoon weer terug zijn. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg mij natuurlijk ook even op jouw favoriete podcastplatform met de Kermis Podcast. De enige podcast ter wereld, Nederlandstalig, maar ook gewoon ter wereld over kermis. En dan zie ik je graag bij de volgende video, mensen. Dat zal binnenkort weer wel zijn op dit fantastische kanaal. Dus hou het allemaal in de gaten. Hou hem hard. En fijne kerstdagen als je dat misschien niet meer ziet. Natuurlijk. Fijne. Toedeledokio.